Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vannacht zien we dat er nog weinig bewolking boven Nederland was. Daardoor kon het afkoelen tot rond min 3 graden. Later in de nacht ontstond een laaghangende bewolking en daar hebben we vanochtend ook nog mee te maken. In de loop van de ochtend breekt wat vaker de zon door, maar de bewolking houdt de overhand. De temperaturen liggen vanochtend onder nul, vanmiddag lopen ze dan iets op tot iets boven het vriespunt. Dan waait de waait een matige Noordoostenwind, die zorgt op dit moment voor gevoelstemperaturen van min 5 tot min 9. En vanmiddag voelt het dan als min 3 tot min 7 graden. Koude dag dus. Vanavond blijft die matige wind waaien. Gaat de temperatuur weer dalen tot onder het vriespunt. En in de nacht wordt het opnieuw 0 tot min 3 graden. Morgen staat er iets minder wind dan vandaag. Later op de dag draait de wind naar het zuiden en neemt dan weer in kracht toe. We hebben opnieuw een mix van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en het wordt 2 à 3 graden. Zaterdag gaat het in de loop van de dag vanuit het westen regenen en sneeuwen. Vooral in het binnenland valt eerst sneeuw, later regen. Temperaturen lopen op naar 3 tot 5 graden, dus uiteindelijk wordt het overal zacht. Zaterdag: temperaturen van 3 tot 6 graden, grotendeels droge dag met af en toe zon. En maandag gaat het weer regenen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatser.nl